And so the laws of gravity are flowing on this network. And as the price goes up, it's kind of like all the mass is collapsing into a planetary body. The gravitational attraction is increasing. Therefore, everything that comes in the orbit of the planetary body is being sucked into the planet. And it's getting stronger and stronger. As that price goes up, that, you know, Bitcoin is the one asset that as its price goes up, it is more attractive to investors, which is the opposite of a stock price, where as the price goes up, it looks more risky and less attractive to an investor. And it's a very subtle impact of a monetary network that's worth understanding and dwelling on, I think. Well, yeah. Hallo, hallo, welkom bij Meester Crypto, 26 januari 2020 met de meest belangrijke video van je leven. Dat is ook de meest belangrijke video van YouTube. En je vraagt je misschien af waarom, en ja, dat weet ik dan eigenlijk ook weer niet precies. Maar het helpt wel natuurlijk met een hoop geschreeuw komen. Dat trekt allemaal mensen aan, dus ik ga gewoon met mijn nieuwe format. Ik ga vanaf nu alleen maar naar jullie schreeuwen. Ja, hè, met titels en met introducties en nou, noem maar op, introotjes, noem maar op. Ja, goede tip, hè, van mezelf. Dankjewel. En als we dan toch in de mode zitten van... Nou, kijk hier. Deze is van Roel Pijl. Je kent Roel Pijl van Real Vision. Hij adviseert institutionele beleggers. Hij adviseert zeer wel vermogende mensen, zoals jij en ik in de toekomst. Dat hopen we, hè. Maar ook nu kunnen we al advies nemen van Roel. En hij zegt, het voelt een beetje alsof Bitcoin op het punt staat om die muur van FUD weer te beklimmen. Fear, uncertainty, doubt. Angst dat weer in de markt gaat treden. Hij zegt, nou kijk, Bitcoin beweegt zich in zo'n wedge. Niet twee mooie aanraakpunten hier. Het is nog niet fantastisch, hier wel duidelijk. Maar dan zou de volgende beweging naar beneden toe kunnen zijn. Ik heb die wedge hier een beetje na proberen te tekenen. Het ziet er niet zo geweldig uit als bij Raoul. Maar ja, wat wil je? Hij werkt bij Real Vision. En waar werk ik nou? Ja, wat bedoel ik nou? Het lijkt hier bijna een kanaal geworden. Maar ja, goed, ik heb mijn best gedaan. Hè. Maar als we naar beneden zouden gaan... Ik heb al eerder gezegd hè, dat ik nog wel die 30.000 30.000 en ook hier 26.500, 27.000 nog wel zie zitten als een plek waar Bitcoin naartoe zou kunnen gaan. En ja, vooralsnog, hè, met deze moet je kijken hier, het is een shooting star candle door deze, ja, het was eventjes support leek het, maar was het niet. Hè, door deze weerstand heen zijn we weer hartstikke hard, was gisteren, zijn we weer door aan het vallen naar beneden toe. En ja, het is helemaal niet zo erg dat dat een keertje gebeurt. Als je zo'n run naar boven hebt gehad, dan moet de prijs weer even wat consolideren. Dat is heel gezond voor een verdere groei. En ja, dit zijn heel gezonde levels om naar terug te vallen. En ik heb eerder al de lijnen verder met jullie doorgenomen, gerelateerd aan Fibonacci levels en zo. Dus ik ga dat niet nog een keer doen. Maar als we een keer in dit kanaal weer zouden vallen, ja, dan brengt dat ons sowieso al richting die 28.000. Maar mogelijk dus dat we dit hier gaan aanraken. Wanneer we wat meer inzoomen op wat dan gisteren gebeurde, dit is dan die shooting star candle. Shooting star candle is niet helemaal het juiste woord. Die bevindt zich doorgaans aan de top van een run naar boven toe. Nou, we zitten hier echt in een downtrend en daar is dit een onderdeeltje van. Dus een inverted hammer candle is een betere benaming. Inverted hammer candle, hierboven gekomen, afgewezen naar beneden toe. Je zou kunnen zeggen dat mijn Roel Pijls of wie het ook allemaal mogen roepen, en mijn bearish view, mijn negatieve uitkomst hier naar deze levels, dat die invalide is geworden op het moment dat we deze lijn hierboven echt support gaan vinden. Dus niet boven komen weer afgewezen worden, maar dat we hierboven blijven. Ik had hier gisteren nog wat lijntjes meer naar getrokken, maar op de Discord, ik heb het even voor de overzichtelijkheid hierbij nu gehouden. Dus dat zou het invalideren. En voor ons nu is mijn vizier gericht op die 30.000 ten eerste. Maar mogelijk dus, en misschien ook wel iets waarschijnlijker nog, naar de iets lagere levels eronder. We gaan het zien. Maar belangrijker nog, zegt Luke Martin, Venture Coinist, als je hem niet volgt, doe het alsnog zou ik zeggen. Hij zegt, deze Bitcoin kaart,
Hieronder komt hij dadelijk. Die zal wel eens meer belangrijk kunnen zijn dan de prijskaart. Het is de voorraad van Bitcoin. En zo heb je dat ook voor Ethereum op dit moment. Wat van de exchanges, van de beurzen, weggetrokken wordt naar eigen wallets. En dat kunnen wallets zijn van instituties, maar het kunnen natuurlijk ook persoonlijke wallets zijn. En dat gebeurt op een all-time high tempo. En ja, kan ik het allebei laten zien? Moet ik het iets kleiner maken? Maar ja, we zien hier dus dat het geld, dat Bitcoin in dit geval, daar gaat deze kaart over. Zoals gezegd, ook voor Ethereum kun je dat zo lezen. Ethereum gaat in een moordend tempo de beurzen af. In het rood, hier staan we nu all-time high. Er is nog nooit zoveel crypto uit Bitcoin uit die beurzen weggevloeid. En op het moment dat we van rood naar groen gaan flippen, dan gaat er dus meer crypto weer naar de beurzen toe. Ja, en dat doet mensen meestal om te verkopen. Ja, dat zou het einde induiden van de voorlopige bullcyclus. Nou ja, we zitten nu nog vol in die bullcyclus. En ook die hele terugloop daar naartoe is nog gewoon een bullcyclus. Pas als we naar groen flippen. Kortom, staat een beetje in contrast met wat ik net eerder op de kaarten liet zien. Daar lijkt het wel, lijkt het vrij aannemelijk dat we eerst nog een verdere periode van afkoeling krijgen naar februari toe. Moet je daar gek van worden? Nee, natuurlijk niet. Moet je nou alles gaan verkopen? Nee, natuurlijk niet. Ben je swingtrader, die 10% of minder liever nog? Maar dat gedeelte, ja, ik heb daarvan het merendeel momenteel in USDC staan. Wat een centrale stablecoin is, dat weet ik. Maar ja, goed. Bitcoin, de prehistorie. Ik vond het wel interessant en het is waarschijnlijk niet zo goed te lezen. Ik zal het kaartje als linkje onder deze video zetten. En wat ik ermee wilde duidelijk maken, in 2008 is Bitcoin gelanceerd. Maar er ging een heel scala aan ontwikkelingen op het gebied van cryptografie aan vooraf, waar uiteindelijk Satoshi Nakamoto allerlei goede elementen heeft samengebracht tot één, ja, geniale uitvinding. Ik zou zeggen de grootste uitvinding van de 21ste eeuw. Vergelijkbaar qua orde van grootte met de printing press, de boekdrukkunst, of met het internet zelf. En daar mag je anders over denken, maar zo kijk ik ernaar. Na jarenlang alles gelezen en gekeken te hebben, is dat bewustzijn toch steeds meer gegroeid. En dat is het ook met Bitcoin. Als je er nog maar kort in zit, dan heb je nog weak hands. En dan ben je veel sneller geneigd om te verkopen op het moment dat er een keertje dat het wat ergens mis lijkt te gaan. Of je leest een nieuwsbericht of er gaat $1000 van de prijs af. Maar als je wat gehardend bent, en gehardend in de zin van je hebt je meer en meer verdiept. Boekje niet liggen, potverdikke me. Ik ga het even halen. Wacht jullie even? Jij ook, hè? Hele huis doorgelopen, ligt hier serieus onder een mapje naast de monitor. Ik bedoelde de Bitcoin standaard, onlangs is hij vertaald in het Nederlands, van Saifa Dejan Amous. Ik heb vast zijn naam gruwelijk gemarteld op dit moment. Voor wat meer duiding van Bitcoin en de relatie tot wat geld nu is en wat nu goed geld maakt en waarom we gaan breken met de oude vorm van geld. Nou, dan is dit boek een echte aanrader. Het decentrale alternatief voor centraal bankieren. Dus gaat dat ding kopen. Nee, ik krijg je niet voor betaald. Als het goed is, dan maak ik gratis reclame. Ja, dus je zet we eventjes daar neer. Nou, kortom, boodschap die ik je vooral wil meegeven is zorg dat je strong, sterke handen krijgt door kennis is macht te vergaren. Ja. Nou, we gaan even door naar het volgende stukje, denk ik.
En het volgende stukje is het vorige stukje. Dan even terugkomend op Michael Saylor. Van Michael Saylor, je zult hem inmiddels wel kennen. Daar is nog wel een nieuwtje over te vermelden hoor. En dat is wel een behoorlijk nieuwtje. Hij gaat begin februari namelijk een Bitcoin-conferentie voorzitten, waarin hij de waarde van Bitcoin uiteen gaat zetten. En hij gaat zijn strategie uitleggen, hoe zijn bedrijf tot het kopen van Bitcoin is gekomen, hoe dat georganiseerd is, hoe dat wettelijk allemaal goed is vastgelegd. Want bedenk wel, het is hier een beursgenoteerd bedrijf, dus dat gaat allemaal wat omslachtiger dan wanneer jij en ik dat kopen. En hoe een bedrijf dat dus zelf kan doen. Het wordt helemaal voorgekoud aangeboden. En daarop afkomen duizenden bedrijfsleiders. En ja, dat, ik kan me voorstellen, als je deze man zo hoort spreken, dat het wat FOMO teweeg gaat brengen. Of dat het wat, misschien moet je het realisme noemen ook, bij die bedrijfsleiders. En het moet toch raar lopen, willen er daar niet minstens een derde ervan ook een deel in Bitcoin gaan stoppen. Dus Michael Saylor, ja, ik zeg al, hij is een van de beste Bitcoin ambassadeurs die we hebben. Sowieso na Andreas Antonopoulos, dat lijkt me duidelijk. En ja, helemaal aan de andere kant van het spectrum, ja, staat een econoom. Francis Coppola, kijk, econoom. En opleiding Royal College of Music, de Business School, Universiteit van Londen. Maar ze heeft ook wat raakvlakken. Even kijken, waar staat het? Ze is een auteur bij CoinDesk, hè? Die ken je, de nieuwe site voor crypto. Zij is een auteur voor CoinDesk, jawel. En ze heeft ook een aantal boeken geschreven met economische inhoud. Nou, waarom vertel ik dat allemaal? Francis Coppola, die tweet berichtjes als deze. Bitcoiners, het totaal aantal bitcoins dat uitgegeven gaat worden. Zou 21 miljoen kunnen zijn, 21, 100 miljoen, 21 miljoen miljoen, 21 nog veel groter getal miljoen. En niemand van jullie weet het, je kunt de toekomst niet voorspellen. En enerzijds heeft ze daar natuurlijk gelijk in, anderzijds hoort zij in de categorie van Peter Schiff, hè, die modder gooit richting bitcoin. Want ja, hè, vanuit een consensus van de miners kan dat getal uiteindelijk aangepast gaan worden door de ontwikkelaars van Bitcoin. Maar dat lijkt me zo ver gezocht, omdat die miners belang erbij hebben dat het bij 21 miljoen blijft. Want gaan ze die sluizen openzetten, dan hebben natuurlijk de Bitcoins die zij in het bezit hebben, ja, die verliezen een deel van hun waarde. Dus dat gaan ze nooit doen. Een stukje game theory, hè, wat bij Bitcoin dan zo behoort. Dus ja, Francis Coppola, economie gestudeerd, maar meester crypto, die geen economie heeft gestudeerd, heel goed kan roeptoeteren, hè, die is het niet met je eens, nee. En dan hebben we hier nog eentje. En deze Harvard professor, die zegt, overheden zullen nooit toestaan dat Bitcoin op een grote schaal gebruikt gaat worden. En uiteindelijk zullen die overheden winnen. Ja, Harvard professor, hè? Dus we zullen er maar meteen geloven, onze Bitcoin verkopen dan, of niet? Het is een botsing. Ja, hij is natuurlijk geschoold in het Keynesiaans model, waarbij overheidsbemoeienis essentieel is voor een welvarende economie en een gezond monetair stelsel. En daartegenover staat de Oostenrijkse school, waar je Bitcoin als baby uitgeboren hebt kunnen zien worden, zou je kunnen zeggen. Waarbij geld vooral los moet staan van overheid en geld vooral sound money moet zijn. Hè, betrouwbaar en niet aan inflatie en manipulatie onderhevig. Nou, het is mogen duidelijk zijn waar hij toe behoort. Hè. Hij zegt het is speculatief en is het waardevol alleen omdat mensen denken dat het waardevol is? Dat is een bubbel die uiteindelijk zal opblazen. Ja, hey, beste professor, geldt dat niet voor alle fiat valuta ook? Op het moment dat mensen er geen waarde meer in zien, is het gewoon waardeloos geworden. En dat moment zou wel eens drastisch naderbij kunnen komen met al dat QE over de wereld, hè? Monetaire verruiming, dat bijdrukken van geld. Hij zegt, nou, Bitcoin zou, zie ik, nou wel gebruikt kunnen worden in veel states. Hè, denk aan Venezuela, Zimbabwe of wat dan ook. Waar mensen kunnen ontsnappen aan hyperinflatie. Maar hier gaan overheden dat nooit toestaan. Iets waar hij natuurlijk wel een punt heeft. Want denk maar niet dat overheden, dat machtsinstrument dat zij hebben natuurlijk met geld, zomaar
uit handen zullen gaan geven. Ik denk dat er nog fikse botsingen gaan komen tussen de decentrale Bitcoin-wereld en de wetgevende machten die dit hier en daar toch echt wel in de kiem zullen trachten te smoren, ondanks dat ze nu allemaal open lijken te staan voor adoptie van crypto. Er gaat er een keer een strijd komen op het moment dat die fiat-valuta, hun eigen nationale munten, in het gedrang gaan komen en meer mensen richting Bitcoin gaan vluchten. Iets wat Michael Saylor in het begin van deze video, weet je nog, hè, dat zwarte gat, of die zwaartekracht, wat alles naar zich toe trekt en naarmate het groter wordt, ook meer en meer nog naar zich toe zal gaan trekken. Nou, daar gaat op een gegeven moment iets komen, verwacht ik. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk, je kunt iets wat zoveel keer beter is, kun je niet zomaar tegenhouden. Net zo min als de monniken die boekdrukkunst hadden kunnen tegenhouden. Nee, we willen met onze ganzen weer blijven schrijven. Dat was natuurlijk ook geen enkel argument, laat dat duidelijk zijn. Maar zoals de paardenhandelaren die auto niet konden tegenhouden, die meer en meer in opkomst kwamen. Ze konden hem in het begin beschimpen natuurlijk, de gevaren benadrukken, et cetera. Maar uiteindelijk... ja, is dit iets wat zoveel voordelen voor iedereen eigenlijk oplevert? Het kan een langere adem worden. Hoe lang die adem is, kunnen we op dit moment natuurlijk niet voorzien. Hè? En we zullen hort en stoten krijgen en fikse dalen in de Bitcoin-prijs hier en daar. En daarvoor moet je dus die strong hands hebben en het geloof in die decentrale toekomst. En los van dat verwacht ik echt dat we gewoon dit decennium aanzienlijke stappen zullen gaan nemen op ondernemingsniveau, maar ook op overheidsniveau, richting steeds meer adoptie van cryptocurrency binnen allerlei toepassingen binnen onze samenleving. En ja, als je kijkt hier, BlackRock, hè, die gaat nu ook starten, asset management giant. Nou, BlackRock is wel echt een van de grootste, hè. Zit ook achter de uitgifte van de Amerikaanse dollar. Gaat beginnen met het handelen van Bitcoin futures in zijn fondsen. Er zijn twee fondsen die daartoe opengezet gaan worden. Ja, niet dat dat nou direct een heel grote invloed zal hebben, verwacht ik, op de Bitcoin prijs. Hooguit een negatieve invloed. We hebben het hier over derivaten. Hè, dus de aankoop van dergelijke Bitcoin futures. Ja, dat is meer een prijsafgeleide product. Hè, maar het geeft wel aan dat Bitcoin... ja, credibility, hè, krijgt steeds meer credibility, steeds meer binnen die institutionele spelers. Iedereen wil bij Bitcoin gaan horen. Kijk eens naar de vorige boeren. Was dat niet? Toen droomden wij er allemaal van. Oh, gaat er een keer een ETF komen? Exchange Traded Fund, hè, waar Bitcoin dan op institutioneel niveau verhandeld kan worden. Nou, niemand heeft het nog over BACT of over, als je dat nog weet, wat was die andere ook weer? Ik ben de naam van Eck, Hub en van Eck, dat was nog iets, ja. Maar goed. Misschien is het er inmiddels al, het zal me de worst wezen. Als de number maar go up, hè? Dat willen we toch? Grayscale, ook 1 miljard aan Bitcoin in een enkele week weer vergaat. Nou, gaat lekker. Dit is al een weekje oud, hoor, dit nieuws, maar het stond al een tijdje te sudderen in mijn verzameling. Het gaat snel, ik weet niet hoe het deze week weer is gegaan. Nou, volgende, hier ook nog. Beursgenoteerd bedrijf koopt 150 miljoen aan Bitcoin als spaarmiddel. Ja, het is wel een Bitcoin mining bedrijf voor Marathon Patent Group. En ze hebben, weer 4613 Bitcoin gekocht. Ik vraag me dan wel af, hè, dan koop je Bitcoin. Ja, maar je kunt die Bitcoin ook minen. Dus voor dit geld kun je ook weer mining equipment kopen. Hè? Dus nou, hoe dat precies zit, dat weet ik allemaal niet. Maar ja, wie Bitcoin koopt is mijn beste vriend, wist het toch? Chainlink God zegt... de flippening is al lang aan de hand. Hè. De flippening is dat adagium, hè, dat op een dag Ethereum, Bitcoin voorbij gaat vloeien in market cap. En als je kijkt naar de opbrengsten, hè, wat er op zo'n netwerk omgaat, de kosten die betaald worden voor de transacties, dan zit Ethereum ruim boven Bitcoin. Ja, iets wat nou niet per se altijd positief is, hè? Want je kunt ook stellen dat de fees, de kosten op Ethereum, gewoon veel hoger zijn. En dat weten jullie allemaal, als je een keertje op Uniswap wilt gaan swappen of zo, of een ander DeFi platform, op AAV, noem maar op, je betaalt je er bij tijd bij de scheel toe. En als straks alles naar layer 2 gaat op Ethereum, of het leeuwendeel, ja, dan gaan die fees natuurlijk ook weer drastisch naar beneden. Het is niet per se dat dit beter is, wil ik maar zeggen. Maar ja, er komt proof of stake aan bij Ethereum. Is er feitelijk al op die Ethereum 2 chain.
En EIP 1559, waarbij een deel van de transactiekosten aan Ethereum verbrand gaat worden. En wat de voorraad Ethereum uiteindelijk ook naar beneden zou kunnen brengen. Zeker als er veel te doen is op dat netwerk. Maar ja, dat levert dan een negatieve inflatie op, deflatie. En kan voor een houdbaar veiligheidsbudget zorgen. Want dat is wat al dat hij allemaal doet. Hè? Wat die miners doen, of wat die stakers allemaal doen, die zorgen ervoor dat het netwerk veilig blijft en de transacties te vertrouwen zijn. Bij Bitcoin daarentegen wijst hij toch op een probleem wat er dan is op de langere termijn. Hè? Die fees, die moeten het hele netwerk gaan dragen op het moment dat die mining rewards, die op dit moment die 6,25 bitcoin per blok, als dat met, tel er nou dadelijk nog eens 20, 30 jaar bij op, dan is daar niet zo heel veel meer van over als het iedere 4 jaar halveert. En dan moeten die fees het dus gaan dragen. En is dat voldoende voor bitcoin? En dat is nog wel een puntje van zorg. En stel je al helemaal voor, als dadelijk alle transacties op het Lightning netwerk gaan plaatsvinden en niet op de mainchain van bitcoin zelf. Maar daar zal vast nog wel iets voor gevonden worden naar de toekomst toe. Ik denk dat we ons daar op dit moment in ieder geval nog niet al te sappel over hoeven te maken. En dan jij al helemaal niet op je pad richting die miljonairsbeurs volgend jaar of over 4 jaar, weet ik veel, de volgende marktcyclus. Hè? Misschien wil je helemaal niet naar die miljonairsbeurs toe. Ik trouwens ook niet hoor, ben ik geen miljonair hoor. Nee, ik sta, wisten jullie dat? Ik weet niet of ik het ooit vertelde, maar ik sta 2 keer... soms 3 keer per week, sta ik met een aapje en zo'n draaiorgeltje, zo'n handdraaiorgel, sta ik hier op de markt. Ja. Als ik dan geld krijg, dan zeg ik, kun je dat niet in bitcoin betalen? En zo ben ik dan ook alweer. Ja, en die geloof ik in zak van volgens mij. Nee, dat is toch wel jammer hoor. Ja, wanneer moet je nou mij dan wel geloven? Hè? We gaan weer door. Ja, dit had ik al laten zien, hè? Of niet? Ja, of wel? Ja, wel, of niet? Toch wel, ja. Je zit in Uniswap zit er nog tussen. Zie je dat? Ethereum 8,8 miljoen aan fees. Uniswap meer fees dus dan Bitcoin. En dan komt SushiSwap, Synthetix, Balancer. Zeg maar eigenlijk de meer geavanceerde versie van Uniswap. Hè? Die heb je geen impermanent loss, maar ja, dat is een detail. Dat ga ik nou niet uitleggen. Rent Protocol, Curve, Stellar. En Polymarket, daar heb ik onlangs ook nog wat weddenschappen op gedaan. In de hoop dat daar nog dat token een keertje gaat komen. Ik hoop dat jullie die video nog herinneren die ik erover heb gemaakt. We gaan door. Link! Ja, hoe krijg je mij aan het stralen, hè? Link, ja. En waarom, hè? Ik straal weer natuurlijk. Grayscale Chainlink Trust. Een registratie voor Grayscale. Je weet wel, hè, dat hele grote hedgefonds. Waar de grote, de rijken, die kunnen in Bitcoin investeren, in Ethereum. En let op, dadelijk ook in Chainlink. En waarschijnlijk ook nog in een paar andere, meer gerenommeerde crypto's. En dat gaat natuurlijk, daar gaat, ga ik wel vanuit, dat gaat natuurlijk heel veel koopdruk richting Chainlink teweeg brengen. Dan hebben we nog Galaxy Digital, die is van Mike Novogratz, die kent hem denk ik wel. Ook zo'n Bitcoin advocaat, hè, vooral omdat hij ook aanspreekt bij de rijken van deze aarde. Die gaan zich ook toeleggen op Ethereum en die gaan een Ethereum fonds de lucht inbrengen. Dus we kunnen ze mensen via Galaxy Digital Ethereum gaan kopen. En daar betalen ze, meen ik, een procentje voor, of een 1,25% als het wat lager is. Nou, allemaal positief, toch? We gaan door. Dan, dit is even iets anders buiten Bitcoin, Ethereum, Chainlink. OctoFi, kennen jullie het nog? Ik heb OctoFi eerder gepromoot in een video. En sindsdien is Octo al meer dan verdubbeld. Ja, ja, er zijn natuurlijk altijd munten die het nog veel beter doen. Trouwens, in mijn Discord is een piraat gekomen. Clipper heet hij. En die heeft toch een pot verdikken met een paar goede calls gedaan. Daarbij denk je van, nou, die had ik wel in een videootje willen promoten. Maar ja, dan zijn ze alweer 3-4 keer over de kop gegaan. En dat doet hij ook veel met, volgens mij, van die IDO's. En dat zijn, zeg maar, ICO's.
initial exchange offerings, of initial coin offerings, maar dan op Polkadot. En dan moet je best wel wat moeite voor doen en je moet ervoor gewhitelist worden. En je kunt meestal niet zo heel veel in één keer investeren. Dus ik had er ook wel helemaal geen trek in om mee te doen. Maar als ik dan zie wat zijn calls allemaal teweeg brengen, dan nou, is dat wel tip voor de tip. Ja, daarvoor moet je dus in de Discord komen. Linkje staat onder iedere video. Ja, dat bla bla ik toch iedere video ook. Hè? Maar ja, ideaal als je nog niet heel veel hebt in je portfolio. Nog niet een hele groot portfolio. En je wil met kleine beetjes zorgen dat het toch snel wat meer gaat worden. Dus ja, bij deze clippen leg ik wel wat extra druk bij jou weer, hè, voor de toekomst. Ja, goed. De Netherlands. Dat is een of ander land volgens mij. Is in een strikte lockdown. Word ik hier weer gebeld. En mensen die door de video heen bellen, daar kan ik dan niet goed tegen. Hè? Die krijgen ruzie met mij. We zijn in lockdown. Nou ja, we hebben een hoop ellende gehad. Rellen. Nou ja, daar hoeven we het verder niet over te hebben. Dat kun je natuurlijk op het nieuws kijken. Of al die praatprogramma's. Daar ga ik... jullie weten vast wel wat ik daarover denk. Wat ik daarvan van vind natuurlijk. Maar wat dit kaartje laat zien, en ja, ik weet niet of je het zelf getekend heeft of dat het wetenschappelijk onderbouwd is, daar gaan we dan maar eventjes van uit. Internationaal Monetair Fonds, ik weet niet wat dat voor clubje is, dat zal wel niet zoveel voorstellen toch. Mag van mij best ontbonden worden trouwens. Oh. Hij deed het weer. Mag van mij best ontbonden worden. Hij bedoelt, gaat er trouwens niet over. Ik wou ook weer het IMF gaan uitleggen, maar dat gaan we niet doen. Dat weet je vast zelf wel. Waar het om gaat is, nou, het aantal jaren nadat een pandemie is gestart, en we zitten op dit moment hier ergens, hè, en dan de sociale onrust met een bepaalde standaarddeviatie, en waar dan dit cijfer weer voor staat, weet ik niet, maar ja, waar het naartoe wijst, dat zie ik wel. Hè. Meer en meer stront aan de knikker. Stel je dadelijk voor dat hier een dikke economische crisis overheen komt. Iets wat we nu nog aan het verbloemen zijn met het bijdrukken van geld. Maar wat straks onvermijdelijk op ons pad gaat komen. Niet recessie, hè, maar depressie. Je hebt nu al van die gekken rondlopen. Ja, waar gaan we naartoe? We gaan uiteindelijk naar een betere wereld. Daar ben ik van overtuigd. Maar misschien moeten we eerst nog heel wat vuur gaan slikken met z'n allen. En verder, maar niet veel over hebben nu. Hè? Nee. Snoop Dogg, kijk, wat vrolijkere noot, hè. Ook al is dit dan een, wat is het, een rapgangster of zo? Hij is al cool, hè. Hij belde net echt iemand voor de derde keer. Snoop Dogg is, spuug. Snoop Dogg. Helemaal van mijn apropos, hè. Snoop Dogg, die heeft in 2013 een plaat beschikbaar gemaakt en je kon in bitcoin betalen. Hij verkocht zijn albums toen voor 1/3 bitcoin. Je weet niet hoeveel albums dat hij destijds heeft verkocht, maar zou hij dat allemaal gehouden hebben, joh? Hè? Ja, toch wel cool van hem, hè. Toch wel cool. Hij heeft allemaal van die fases gehad, hè. Toen was je opeens een of andere... vreedzame Rasta Snoop Dogg. Daarna is je volgens mij weer een gewone geworden. Ja, maar goed, dat terzijde. Is Chainlink gecentraliseerd? Ja, ik vond het even nodig om erop terug te komen. Want ik merk dat ik best wel wat vragen daarover kreeg. Onder mijn YouTube video's, in de Discord. En dan moet ik steeds dezelfde dingen antwoorden. Dit artikel ging eigenlijk in op... je mag het echt FUD noemen, wat in Cointelegraph stond. En dan heb je het weer over een bepaalde mate van journalistiek, waarin gesteld werd dat 80% van de Chainlink voorraad in beheer was van 125 wallets. En dan heb je dus, dat noemen we heel erg gecentraliseerd, dat wil je niet zien bij een crypto. Maar de werkelijkheid, die is gewoon heel anders. En wat die werkelijkheid is... is dat die 80% daar is in meegenomen de exchanges. Daar is in meegenomen AV of andere plekken waar Link zit opgesloten in een smart contract op een bepaald adres. Ja, dan heb je te maken met whales. In werkelijkheid is dit allemaal heel, ziet het er heel anders uit. En ik zal dit artikel verder onder
onder deze video plaatsen. Twee dingetjes heb ik er al uitgelegd voor jullie. Kijk, hier kun je zien hoe de verdeling werkelijk is, de balans. En dan zie je hier die note operators, 35%. En dat is een fonds wat bij de totstandkoming van Chainlink in het leven is geroepen om in die beginfase, beginfase moet je ruim zien, hè, gerust 10 jaar, te gebruiken om die notes, hè, dus die het netwerk valideren, om die notes te incentiviseren, dat is Engels, om die notes te stimuleren, te blijven draaien. Die moeten geld krijgen, anders dan stoppen ze met nood zijn. Want waarom zou je het anders gaan doen? Nou, dat is daarvoor. En na die beginperiode, 10, 15 jaar als smart contract, gemeengoed zijn voor consensus vinden van ondernemingen, transacties die mensen met elkaar hebben. Nou, dan is de bedoeling dat de fees voldoende zijn om die nood te stimuleren. Zoals dat ook dus met Bitcoin bijvoorbeeld geldt. Maar bij Chainlink is het model zo dat die fees zeker genoeg gaan worden, zijn, hebben geweest. Chainlink Team heeft dan nog hier een aantal wallets in zich. Die zijn sinds het ontstaan zijn die van 30% naar 25% van de totaal voorraad gegaan. Dus ja, het gaat eigenlijk maar druppelsgewijs dat zij Chainlink verkopen. En dan zie je hier nog het een en ander. Kraken wordt hier genoemd. A-Link, Wobi. Nou, dit is een smart contract bijvoorbeeld. Nou ja, bekijk het zelf maar eens. Het komt erop neer dat die 125 whales, als we nou niet die beurs en zo erbij hebben, dan hebben we het over 16,46% van de totale linkvoorraad, 40% van de circulerende voorraad. Als je dat vergelijkt met Bitcoin staat hier, dan was dat 11% van de totale voorraad en 12,5% van de circulerende voorraad. Waarbij aangetekend moet worden dat Chainlink veel minder wallets heeft dan Bitcoin dat heeft. En ja, die distributie, die gaat met de jaren, is de bedoeling, zoals het ook met Bitcoin gebeurt, steeds meer decentraal. Naarmate er meer wallets komen, verdeelt die link zich ook over meer en meer wallets. Dus maak je niet te sappel, dat wil ik maar vooral zeggen. Chainlink is veel decentraler dan in dat Cointelegraph shit artikel vermeld stond. Mensen die de wereld veranderen, die zien die verandering en die geloven in de eventuele realisatie lang voordat het gebeurt. Ze weerstaan de constante aanvallen van twijfelaars, van haters, hè, die zeggen dat verandering onmogelijk is, tot de dag komt waarin het hun, ja, recht in het gezicht staat en ze niet langer kunnen ontkennen wat echt is. En jij en ik zijn deze mensen toch? Hè, wij veranderen de wereld. Wij zijn die early innovators. Jij ook, ja. En je doet het misschien alleen met geldelijk gewin. Kan je jou het schelen? Je hoort er wel bij. Je hoort bij die toekomst. Waar onze kleinkinderen, achterkleinkinderen, met een heel andere vorm van geld, geen fiat geld, decentraal geld, alles gebeurt. En voor een heel groot deel ook automatisch gewoon zal gebeuren, zal verrekend worden. Maar hopelijk wel op een manier die niet dystopisch is en die die vrijheid vooraan heeft staan. Want dat is natuurlijk de tweestrijd waar we op dit moment op staan. Hè? Die, dat CDBC geld, Central Bank Digital Currency geld, of het vrije Bitcoin, Ethereum, Chainlink geld. Chainlink is niet echt als geld bedoeld trouwens, hè, maar dat terzijde. Nog een uitspraak. Nou, hiermee gaan we dadelijk wel afzwaaien. En al het goede komt een eind. En ja, ook aan deze video trouwens. Ja, dan staat hier weer. Do not spoil. Verkwist niet wat je hebt door te verlangen wat je niet hebt. Maar herinner wat je nu hebt als iets waar je altijd al naar verlangd hebt. Epicurus. Is het niet Epicurus? Het is al Epicurus. Griekse filosoof uit de oudheid. En dat is toch wel mooi voor mensen die met hun portfolio, met hun portefeuille, steeds maar denken, oh, was ik maar eerder ingestapt, had ik maar. En realiseer je dat we nog steeds helemaal heel erg vooraan staan in ieder geval. En dat er nog heel veel te winnen is dit jaar. En neem het eens wat ruimer, het komende decennium. Dus laat je niet van stuk brengen als die prijs dadelijk gaat kelderen, als Bitcoin naar 27.000, 26.000 gaat. Gewoon eventjes uitzitten. En vooruitkijken. Ja. Nou,
Helaas geen 100 keer topcoin in deze video. Ik mis ook echt de tijd, mensen, op dit moment om diep in een project te duiken. Ik heb al eerder gezegd dat die tijd gaat weer komen. Maar ik heb thuisonderwijs erbij. En ik heb ook bij mijn moeder spelen allerlei zaken rondom de woning, rondom iets van provinciale staten. Ik kan niet alles uit de doeken doen. Omgevingsvergunning, er is van alles wat ik aan het regelen ben. Ik word er helemaal horendol van. Dus ja, op dit moment is één video in de week, als de kinderen eventjes naar mijn schoonouders zijn, helaas het maximale. Maar wie weet ziet de wereld er over een paar weken, en dan ga ik vanuit, echt weer heel anders uit. Daar laat ik het even bij, mensen. Linkjes, zit ik nog te zwammen, linkjes. Reacties vind ik leuk onder de video, of kom dus in die Discord. En dat wilde ik zeggen, likejes, dat was hem. Likejes worden gewaardeerd. En ja, dat was het denk ik weer. Toodle-dokie.